wat is dit te gek. Ik heb net zelf even mogen proberen en ik moet zeggen, het beviel me goed. Hey. Het is wel zwaar, maar ik denk dat ze er een nieuw lid bij hebben. Even mijn handen inspecteren op Lara, want ik heb het idee dat ze langzaam beginnen door te komen. Hey. Nog even oefenen dus. Nu ben ik net in de boot gestapt en ik vond het behoorlijk wiebelig, dus ik moet de vraag stellen. Zijn jullie wel eens omgeslagen met de boot? Nog nooit. Nog nooit? Nog nooit. Nee. Hierachter zit wel iemand die met een kano omslaat, maar met een boot niet. Dus hij ligt behoorlijk stabiel? Ja. Hoe komt dat? Ja, goede vraag. Vormstabiel, kielstabiel, ik weet het echt niet. Nee. Ik zal het iets makkelijker maken. Wat is er nou zo leuk als sloeproeien? Ja, dat is ook een hele moeilijke vraag, maar ik doe het al 7 jaar en het is gewoon heerlijk om je helemaal uit te leven. Het is op zich niet moeilijk, het is een simpele techniek. En, We zijn inmiddels bij de sluis aanbeland en het is erg smal, kijk maar achter mij. Maar het gaat allemaal erg soepel. Nou, dat was een spannende onderneming, maar volgens mij ging het perfect. Het ging hartstikke mooi. Wij gelukkig hele goede jongens bij me. En daar gaan we. De sluis was een cruciaal punt, maar we zijn er perfect doorheen gekomen. Dus nu kunnen we zo in volle vaart de IJssel op. Bij de oude Hansestad Deventer ligt al meer dan 100 jaar een spoorbrug over de rivier de IJssel. Die maakt treinverkeer mogelijk tussen het westen en oosten van Nederland en verder. Een belangrijke lijn en strategische brug inderdaad. En dat is goed af te lezen aan de historie ervan. Met recht een brug die bleef. Om te weten hoe dat precies zit, gaan we terug naar het begin. Het is het jaar 1813. Napoleon is verslagen, de Fransen het land uitgezet en vanuit Engeland landde de zoon van de laatste stadhouder als nieuwe koning Willem I op het Scheveningse strand, uitbundig toegejuicht door vele vissers. Hoe is het dan voor jou om tussen al die mannen te zitten? Oh, lekker. Ja, daar heb ik niet zo'n probleem.